Waar is het begonnen? Misschien wel meteen na de vakantie, de eerste dag dat Tara bij ons op school kwam. Amber en ik gingen al veel met elkaar om. En Tara paste daar perfect bij. We deden superveel met elkaar, altijd superleuk. En het was zelfs zo gezellig met Tara dat ik dacht dat wij misschien wel... Nou ja... Ondertussen ging het thuis helemaal niet zo lekker. In ieder geval tussen mijn ouders. Uiteindelijk bleek dat mijn vader een ander had. En toen kreeg ik ook nog ruzie met Amber. Zij beweerde dat ik samen met Dennis een brugger van zijn fiets geduwd had. Maar daar had ik helemaal niks mee te maken. En toen ging ik naar Dennis toe. Maar hij begon ineens over mijn vader, dat hij vreemd ging met een collega. En toen begonnen we te vechten. Maar dat is toen weer gefilmd. En dat is weer gedeeld in de groeps-WhatsApp. Door Dennis. Ik werd natuurlijk geschorst. Mijn cijfers gingen achteruit. Oh, en toen was daar het schoolfeest waarop Tara straalbezopen met Dennis had gezoend. What the fuck? Ik weet niet wat Tara nog meer tegen Dennis heeft gezegd. Maar toen ik de volgende dag bij mijn kluisje kwam... En het werd alleen maar erger. Dennis heeft me gefilmd toen ik in gesprek was met meneer De Jong over mijn cijfers en over hoe het thuis ging. En dat filmpje heeft hij toen in de groepsapp gedeeld als een soort van bewijs. Ik ben geen homo. En dan was ik het wel. Wat doet het ertoe? Met Amber en Tara had ik bijna geen contact meer. En het pesten stopte pas na maanden. Waarschijnlijk vanwege de proefwerkweek. Ik dacht even dat het beter ging. En ik had het ook weer leuk met Amber. Helemaal toen we met de klas naar de Ardennen gingen. Maar op de laatste avond nam Dennis wraak. Met drie andere gasten stond hij naast mijn bed. Ze hebben me uit mijn bed getrokken, me een jurk aangedaan, make-up opgesmeerd. Oh, en voor de grap deden ze hun kruis in mijn gezicht. Ze maakten foto's, hebben me geschopt, me geslagen. Pas na een half uur lieten ze me gaan. Ik heb mijn spullen gepakt en ik ben gaan lopen. En nu ben ik al een week weg. Ik weet niet eens of ze me thuis missen. Samen denken.